Het is vandaag de tweede dag van het LBC-congres. We staan hier bij voorzitter Robert Schuurmans. Wat vond u van het congres tot nog toe? Ja, ik vond het al een wervelende start. En ik vond zelfs ook een heel goede balans tussen enerzijds het wat meer ernstige werk en het meer ontspannende werk. Ik vond het een zeer goede balans. En ja, ik had zo het gevoel dat iedereen er ook klaar voor was om dit congres tot een succes te voorbereiden. Het is nog te vroeg voor eindconclusies, maar is dat wel dapper gewerkt in de werkgroepen? Goh ja, ik heb mij vanmorgen laten bevragen in verband inderdaad met die werkgroepen. De resolutiecommissie is bij elkaar gekomen en zij hebben zeer veel werk gehad met inderdaad alle opmerkingen die gegeven zijn, zowel de punten en de commas als andere, om dat inderdaad in goede banen te leiden voor het plenaire gedeelte op vrijdag.